Hallo lieve tweeling, welkom bij jullie maandtraining voor de maand mei 2024. We gaan vandaag kijken wat er in het energetisch veld naar voren gaat komen en welke boodschap ik over mag brengen. Ben ervan bewust, het blijven collectieve berichten, dus mocht het niet met jou resoneren, laat het dan lekker los. Kijk dan vooral even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. Verder blijven het, ondanks dat ik op de energie van mei intap, blijven het tijdloze berichten. Dus mocht je deze video op een heel ander moment zien, dan zal er altijd wel ergens een boodschap voor jou in zitten. Er liggen al orakelkaarten op tafel. Ik heb vooraf gemediteerd en al orakelkaarten geshuffeld, zodat ik op beeld meer tijd overhoud om gelijk dieper erop in te gaan. Dus we gaan eens even kijken wat er naar voren gaat komen voor de tweeling vandaag. We hebben de zevende chakra, dat is je kruinchakra. Hele mooie kaarten. Aartsengel Uriël. We krijgen Mountains, Stand Your Ground. We krijgen de Wise One, Grow Within Your Current Situation. Dus groei binnen jouw huidige situatie met wijsheid vanuit een hogere goed. Vooral omdat we toch de uil zien en de kraai. Ze staan in verbinding met jouw hogere zelf, met de spirituele wereld en de kennis die eigenlijk al die levenslang al in jou verscholen zit. Je hebt veel wijsheden en nu ga je dit ook verder ontwikkelen. Nu kan het zijn dat je bepaalde inzichten nog niet helder hebt hoe iets mag lopen, maar daarvoor is het belangrijk op één punt te gaan richten. Hè? Dat je dan vanuit een ander oogpunt iets kunt gaan verwezenlijken. We krijgen de kaart focus erbij. Creëer succes door je op één ding tegelijk te richten. Zo wordt je energie goed benut. Dus als je de focus op één punt legt, in dit geval misschien dus als je obstakels op de weg hebt, je eigen focus daarop leggen, dan kun je ook vanuit de wijsheid in jouzelf dingen gaan creëren en ombuigen naar iets wat voor jou nodig is. Maar we gaan eens even kijken wat er nog bij komt. Hè? Want we pakken gewoon de tarot nog even om wat tijdlijnen erbij te leggen. We krijgen de vijf van munten op kop. We krijgen de ridder van zwaarden met de ridder van munten. Dus bepaalde harde werk wordt nu beloond. Dus ga je bepaalde expressie inzien, ga je verschil inzien. En dat voelt voor mij als het stukje waar je zelf hard aan hebt gewerkt in je eigen ontwikkeling. Jouw waarheid gaan creëren, bepaalde knopen doorhakken en vanuit daar een nieuwe richting bepalen. Maar het voelt ook wel dat ik dingen voel van in de zin van, je bent ook nog niet helemaal klaar om een bepaalde verdedigingsschild los te laten. En waar dat mee te maken heeft, krijgen we misschien zo meteen nog helder. Oké, we krijgen de 9 van munten erbij en de koningin van bekers. Onderkant dek krijgen we de 2 van zwaarden. Dus het heeft wel met een bepaalde dualiteit te maken om knopen door te hakken, beslissingen te maken. Niet vanuit jouw hoofd, maar vanuit jouw gevoel, jouw onderbuikgevoel, jouw innerlijke kompas, hoe jij het ook wil noemen. En daar zul je ook merken van oké, ik sta al veel stabieler in het leven als dat ik soms ervaar. En ik kan nu ook, als ik een bepaalde verdedigings niet echt mechanisme, maar nog een schild om me heen heb. Dit kan ik nu ook loslaten, want ik sta weer spiritueel in verbinding. Je wordt begeleid, je wordt beschermd. Het is nu aan jou om dit ook in te gaan voelen, om deze energie te kunnen shiften in jouw dagelijks leven. Want het is niet altijd makkelijk om het spirituele te koppelen met het aardse bestaan, het dagelijks leven hier op aarde. Omdat je te maken hebt met toch best wel wat last van conditioneringen, verplichtingen en dat soort elementen om jou heen. Dat is een wereld waar jij misschien in dit leven meer bewuster van bent als andere levens daarvoor.
in het aardse jasje dan. En dan zul je ook merken dat bepaalde oplossingen al veel dichter binnen handbereik liggen als dat jij soms misschien het gevoel hebt. Maar dat kan ook een stukje onzekerheid zijn dat je daar nog mee te maken hebt. Maar ik zie wel dat je er flink aan blijft werken. En dan zul je ook merken dat je die vruchten dan ook af zult zien werpen. Maar ik krijg toch de 3 van munten ernaast. Op kop. Dus ergens wil je nog niet helemaal aan meewerken. En dan ga ik eens even kijken of dat ik dat helder krijg. Dat heeft met een bepaalde illusie of angst te maken. Dat je iets nog anders voorprojecteert als de werkelijkheid is. Ik hoop trouwens dat dit nog op beeld komt. Ik leg hem even zo neer. Oké. Mogen we hier nog iets over weten? Ja, dat is die tweesprong wat je nu gaat maken. Keuzes maken, tweesprong, je krijgt mogelijkheden. Het is wel zo. Je houdt ergens nog aan vast. Wat houdt jou tegen? Wat houdt jou tegen om dat nieuwe pad te bewandelen? Wat houdt jou tegen? Een stukje zelfonzekerheid, hoor ik. Stukje toxische elementen zien we hier onder kant dek. Dus dat is ook nog een belangrijk stukje wat meespeelt. Dat het een toxisch element is. Een soort karmische stukje wat je nu uit mag zuiveren. En dat zal voor iedereen in een heel andere vorm zijn. Spiritueel sta je steeds meer in verbinding. Krijg je de 5 van munten rechtop in dit geval. Daar ligt die opkop. We krijgen de 7 van munten erbij en we krijgen de 9 van bekers erbij. Bepaalde wensvervullingen gaan komen mits jij door dat toxische stukje heen breekt. Dat kan ook zijn dat je het een soort zelfsaboterende energie is van dat beschermend schild waar ik het net al over had. Dat jij daardoor ook iets nog blokkeert. Terwijl je wel ergens aan het werk bent, kan het zijn dat je weer even met de neus op de feiten wordt gedrukt. Maar dit voelt niet als dat het heel zwaar hoeft te zijn, maar het kan zwaar aanvoelen door het aardse stukje hoe jij dit projecteert. Ik hoop dat je dat je het kunt volgen. Even kijken of ik hier nog iets bij mag krijgen. Ik pak even een heel ander dek bij die ik nog niet heb gebruikt voor anderen. Ik zuiver altijd de deks tussen de readingen door, maar deze heb ik nog niet gebruikt en geen enkele sterrenbeeldreading. Even kijken, wat mag ik hier nog over weten? Ik wil even nog. Oké. Het voelt voor mij als een soort conflict in jouzelf. Van oké, je hebt een bepaalde passie, maar iets houdt jou tegen. Wat houdt jou tegen? Kreeft of vissen energie. Chariot is normaal een volle galop vooruit. Dit zijn er te veel. Die mag er wel uit. Maar knopen mogen eerst doorhakken. Oké. Er is dus een stukje waarbij jij niet helemaal op jouw eigen pad aan het lopen bent, maar het pad van een ander. Daardoor is er op dit moment geen vooruitgang en daar mag een afsluiting in worden verwezenlijkt. En dat heeft te maken met een bepaalde toxische energie of een saboterende energie. Misschien leid je het leven wat een ander voor jou bepaald heeft, maar nog niet zozeer dat jij je eigen pad bewandelt. Misschien sta jij anders voor het in het leven als hoe jij gestart bent. Een periode geleden, misschien heb je een relatie waarmee jij een fijne tijd hebt, maar dat je merkt dat er verschillen in vorm gaan komen. Dan is het aan jou, wil je weer vooruitgang of wil jij dat iets opnieuw gecreëerd kan worden. En dat wil niet zeggen dat je die partner dan de deur uit moet zetten, maar het kan wel zijn dat jij een andere vorm aan mag gaan nemen binnen deze verbinding. Dit hoeft niet op romantisch vlak te zijn. Dit kan ook in een verbinding met je ouders, met je kinderen, op je werk. Ik voel namelijk dat jij meer op jouw eigen kracht mag gaan staan. En dat jij meer het stukje voor jezelf zorgen naar de voorgrond mag gaan schuiven. Waardoor bepaalde stukken afgezwakt gaan worden. En dat is het toxische stukje wat ik hier denk ik voel.
Er gaat dus een nieuwe richting komen. Het is aan jou of dat je dit in gaat zetten om ja, naar binnen te keren en het geluk toe te gaan grijpen. Hè? Of dat je wacht op iets wat niet meer voor jou bestemd is. Je hebt een keuzemoment. Er zijn eerder zaadjes geplant die niet meer bestemd zijn voor jou, maar die wel een hele tijd bij jou gepast hebben en wat voor toen de tijd ook prima was. Maar omdat je met jezelf aan de slag bent gegaan, krijg je nieuwe ruimte om geluksmomenten te creëren. En ga je dit dan ook doen, dan zul je meer succes kunnen gaan behalen. Anders heb je kans dat je in een toxisch stukje blijft zitten. Hier komt weer die healingkaart, hè? Het stukje herstel. Je hebt aan jezelf gewerkt en daarvoor ga je beloond worden. Dat is jouw beloningssysteem. Dat is het stukje vertrouwen wat je mag hebben in het universum. En dat is ook waardoor jouw wereld misschien even op kop kan komen te staan. Omdat iets nu afgerond gaat worden in de positieve zin wat voor jou bestemd is. En wat dus ontkoppeld mag worden. Maar goed, we pakken toch eens even de andere kaartendek erbij die ik normaal gebruik om de laatste tijdlijn te leggen. Nu hebben we dit even helder. Dan leggen we nog een tijdlijn ertussen. Het hoogst haalbare wat er naar voren mag komen voor deze tweeling reading van mij. Wat de mogelijkheden zijn, wat de keuzes zijn, beslissingen eventueel. Kijk eens, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen, nieuwe passie wat in jou voort kan gaan vloeien. Dat je meer de richting en het pas gaat zetten wat voor jou bestemd is. En niet zozeer wat een ander wil dat jij zet. Dat je de knopen doorhakt voor jezelf. Dat je de keuzes maakt om niet meer vast te zitten in oude patronen. Maar dat je jezelf het ook waard vindt om bepaalde vooruitgang te bieden. En dat komt dan omdat jij weer die koningin van zware energie. Omdat jij naar waarheid bepaalde intelligentie bezit om ook bepaalde knopen door te gaan hakken. Je hebt door deze wijsheden en kennis heb jij nu iets kunnen ontdekken in jouzelf. Dit is op spiritueel en intuïtief vlak. Daardoor heb je zoiets van oké, ik wil dat nieuwe begin of nieuwe richting inzetten. Maar daarvoor mag ik dit doorbreken. Ik ga dit aanpakken. Daar komt een einde aan en daardoor krijg je een dood, maar ook een wedergeboorteruimte. En mocht jij single zijn of in een relatie zitten, dit is op zelfontwikkelingsvlak. Dus dat heeft niet zozeer te maken met een verbinding op romantisch vlak of wat dan ook. Keuzes die jij maakt zijn nodig om jouw eigen te ontwikkelen in een hogere segment. Om jou vervolgens naar de persoon te kunnen laten groeien die jij mag zijn, waarbij succes hoog in het vaandel staat. Het is wel zo dat jij een bepaalde dualiteit zult creëren nog de komende periode, waarbij je af en toe in oude patronen terug zult gaan vallen. Maar van de andere kant ben jij wel al heel erg ver qua ontwikkeling met uitzuiveringen, bepaalde inzichten krijgen. Maar we krijgen ook twee keer de duivel. Dus je gaat de komende periode nog getest worden. Er gaan momenten op je pad komen waarbij jij mag leren nee te zeggen. Waarbij jij misschien ja zegt voor iets wat wel dicht bij jou ligt. Waar je normaal geen ja op zou zeggen. Bijvoorbeeld iemand biedt iets aan en normaal zou je zeggen ja, maar ik moet dit thuis nog doen en dat. En ik wil het eten op tijd op tafel hebben. En dat je dan in één keer zegt ja, nee prima, ik ga met jou mee. Of inderdaad, ik wil heel graag dit al heel lang doen. Misschien een dansworkshop of misschien een andere cursus of iets waar jouw hart bij gaat branden. En je gaat het dan ook doen. En dan zul je ook merken van oké, dat voelt heel fijn. Dat je toch even die ik-tijd neemt en die ruimte om jouzelf verder te ontwikkelen. En dat zorgt er dus ook voor dat jij succes gaat boeken in een hogere goed. En dat je dus ook kunt blijven connecten vanuit de spirituele verbinding met iemand. En niet die gewonde strijder waar je anders mee te maken zult hebben. Waarbij jij continu dan in conflict ligt. Van ja, maar ik blijf in een herhaling komen. Ik blijf die lessen op mijn pad krijgen. Inderdaad, als je lessen op je pad kunt krijgen, wat hier dus ligt, dan is het aan jou welke richting ga ik nu in. Kies ik daarvoor of kies ik daarvoor? Kies ik voor mezelf of kies ik weer om in het toxische terug te vallen? En dat is dus waar jij de komende tijd de focus op gaat leggen en wat dus ook in zicht gaat komen.
De voelkaart komt op kop, maar het voelt voor mij dat jij pas nieuwe kansen gaat krijgen, nieuwe richting in mag gaan zetten. Als je niet meer in je naïviteit gaat zitten, maar dat je dus ook vertrouwt op inderdaad, er is nu een les gaande, ik ben nu er doorheen aan het gaan, maar ik wil die vernieuwing in gaan zetten. Daarvoor dien jij trouw te blijven aan je eigen innerlijke gevoel. En dan zul je ook merken dat als jouw innerlijke kompas de juiste prikkels afgeeft, dat je ook de juiste richting in kunt zetten. En dan zul je merken dat jij dus in het spirituele zijn, ook in het aardse bestaan, de ballen hoog kunt houden in de juiste vorm, met de juiste kennis en de juiste inzichten. Dus er gaat heel veel komen, mits je eraan blijft werken. En het kan zijn dat sommigen dus aan zichzelf blijven werken in de zin van samenwerking. Misschien ben je in behandeling. Misschien ben je met pijnstukken aan de gang. Misschien ben je met de cursus bezig. Misschien ben jij, geen idee waar jij mee bezig bent. Maar dat voel je zelf wel aan. Maar dan zul je ook merken dat dit nu even nodig is om jou die richting in te laten groeien. En meer naar jouzelf te gaan luisteren, naar je innerlijke stem. Als laatste, lieve tweeling, pak ik nog een affirmatiekaartje. En deze wil ik meegeven als ondersteuning voor de maand mei of wanneer je deze video dan ook ziet. Elke beslissing die ik neem is goed. Als je elke beslissing neemt vanuit je gevoel, vanuit je onderbuikgevoel, vanuit je spirituele wereld, dan zul je merken dat het altijd goed is. Ga niet vanuit je hoofd iets projecteren of vanuit die weerstand, hè? Naïviteit, egoïsme, geen idee waar jij op dat moment in staat. Dan zul je merken als jij het vanuit het hogere goed doet, dan zijn de juiste beslissingen altijd goed. En soms als jij een beslissing neemt die niet vanuit de zuivere vorm is, dan krijg je weer een les op je pad. En dan mag je opnieuw een pad in gaan zetten. Mag je opnieuw een beslissing gaan nemen. Heb je hem dan nog niet geleerd, komt het weer een keer op je pad. En omdat hier twee keer de duivel ligt, komt het dus wel erop neer dat jij toch nog wel wat struggles zult hebben totdat jij op het juiste pad zit, waarbij de juiste focus neergezet gaat worden, de juiste mogelijkheden op je pad. Je krijgt nog heel wat testen naar je toe, maar van de andere kant, spiritueel gezien, heb jij heel veel kennis tot je. Het is alleen, hoe ga je dit in het aardse stukje neerzetten en brengen? En als je daar helderheid in vindt en balans, dan kun je iets heel moois gaan creëren, lieve tweeling. Voor nu is dit jullie reading voor mei 2024. Laat vooral een berichtje of een like achter mocht dit jouw tijdlijn zijn. Mocht dit niet jouw tijdlijn zijn, kijk dan echt even bij een van jouw andere tekens uit jouw geboortehoroscoop. En dan wens ik jou een hele mooie periode toe en tot de volgende video. Doei doei!